In Beuningen organiseerde het Dijkmagazijn een speciale speurtocht voor jonge kinderen. In de Uiterwaarden en op het strand langs de Waal konden kinderen met hun ouders en grootouders op zoek naar kabouters en elfen. Deze kaboutertjes en elfjes hadden speciale opdrachten voor de kinderen. De opdrachten hadden ook titels die pasten bij de activiteiten die de kinderen van het diertjes, kabouters en elfen moesten doen. Van geurspeur, prikkeltjestapelaar en paardenspoor tot woordenboom, klauterkabouter, dikke boom, hakketak en inimini. Ja, we hadden al een kist met kaboutertjes, elfjes en trollen die we uitlenen voor de lagere groepen, de kleutergroepen. En tijdens corona zat iedereen klemmen. Toen hadden we van we mochten niet naar school, dan zetten we het uit in de Uiterwaard. Kunnen ze lekker ver uit elkaar en kunnen de kinderen met ouders op zoek gaan. En dat hebben we later gewoon herhaald, omdat het toen een succes was. Destijds had Dijkmagazijn Beuningen vanaf 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags een kabouters- en elfenprogramma waar zo'n 100 kinderen op afkwamen. Inmiddels zijn het wat minder kinderen, maar het loopt nog wel. Die vinden het altijd leuk, want ze mogen dingen zoeken, ze mogen kleuren zoeken, opplakken, stenen zoeken. Ze krijgen een droomsteen mee. Om 's avonds onder het bed te leggen, dan dromen ze van elfjes en kabouters. Dus er zit van alles bij wat de kinderen aanspreekt. En het gebied is hier natuurlijk zeer spannend, want er liggen omgevallen bomen om op te klimmen. Op het strand is van alles te vinden, dus ze vermaken zich prima. Van den Akker zet ieder jaar de speurtocht opnieuw uit en vindt hem zelf ook leuk om te doen. Ik vind het altijd leuk om de reacties van de kinderen te zien. En ook van de ouders, grootouders die meelopen, want het is wel begeleid. Met reden, niet vanwege alleen de toezicht, maar ook omdat het samen ouders, grootouders en kinderen iets ontdekken in de natuur. Ja, is heel belangrijk voor die kinderen. Zowel de kinderen als de ouders beleven plezier aan een fantasierijke speurtocht. De kabouters- en elfentocht is een van de weinige activiteiten die georganiseerd wordt voor de hele jonge kinderen. Voor deze leeftijdscategorie is vaak in de meivakantie minder te doen dan voor oudere kinderen en dit zorgt voor extra waardering voor de buitenactiviteit. De kinderen vermaakten zich goed tijdens de vele activiteiten. Ondanks dat ze alles leuk vonden, waren er toch wel favoriete bezigheden. In het vergroot gras kijken. Ik twee leveersvis het had gevonden. Ja, trollengol naar een huis voor zoeken. In het groot gras kijken, dat ik het eens beter kan zien.